cybersecurity, dat houdt ook in dat je een goed privacybeleid hebt. Dat niet van alles gebeurt met persoonlijke data. Er zijn ook heel veel nieuwe producten en diensten die we kunnen aanbieden daarmee. Dus bijvoorbeeld Silent Circle, dat is een app waarmee je dus versleuteld kan communiceren. We hebben zelfs een Blackphone. KPN is de eerste telecomprovider ter wereld die de Blackphone ook op de markt brengt. Daar gaan we het over hebben. We gaan het ook hebben over statelijke actoren, cyberwar, dat soort dingen. En ethisch hacken natuurlijk. Want hier bij KPN zitten ook een hoop hackers. De goede wel te verstaan. Goed, maar we beginnen met privacy. Want KPN heeft sinds kort ook een privacy officer. Dus het is iemand die continu kijkt van wat gebeurt hier nou met persoonsgegevens en gaat het wel niet allemaal goed. Als u overigens nog mee wilt twitteren, doe dat vooral hashtag TTKPN. De privacy officer hier bij KPN heet Rens Damming. Hij zat dus bij Risk and Compliance 3,5 jaar. Ook bij Telfort een tijdje gezeten, is natuurlijk ook onderdeel van KPN. Dus ik zou zeggen, Rens, kom erbij! Ja. Dit zijn dus de handen van Rens. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik denk als je nou de privacy officer bent, dan begin ik met iets persoonlijks van jou. Want, dames en heren, Rens is dus al 15 jaar lang samen met Kevin, Lawrence en Kevin Music. Dat is een platenlabel, die brengen allerlei house- en hip-hop-achtige muziek uit. Fantastisch. Hartstikke. Ik hoop dat je niet erg vond dat ik het even nee, nee. Ja, goede muziek. Je kan het nog steeds kopen trouwens, ook op iTunes. Je kan het luisteren op Spotify. Ja, ik maak even van de gelegenheid gebruik. Dus, ja, dus, ja, maar ik vond het heel, heel leuk om te zien. Dit is trouwens uit 2000 hoor. Inmiddels zijn ze alweer veel verder. Allerlei interessante muziek. Maar dan vraag ik me meteen af, hoe kom je nou vanuit de muziekbusiness in de IT terecht? Hoe is dat gelopen? Ja, nou ja, dat is eigenlijk een logische verklaring. Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik vond het heel erg leuk om te gaan ondernemen. Dat was eigenlijk voor mij ook de reden om iets met computers te gaan doen. Mm-hmm. Ik dacht, ja, computers, dat wordt echt de toekomst. Hoewel mijn vader altijd dacht van, ja, weet je, als je een computer uit elkaar haalt, zet hem dan ook weer in elkaar. Ik was heel goed in het uit elkaar halen, in elkaar, daar was ik wat minder goed in. Maar er zijn meer mensen hier last van te hebben. Ja. en toen op een gegeven moment ontdekte ik dat je ook muziek kon maken met de computer. Ja. En toen dacht ik, nou, weet je, dat is volgens mij hartstikke leuk. En ik had al redelijk veel verstand van DOS. En ik dacht, weet je, dan kan je een beetje programmeren, maar dan met muziek eigenlijk. Oh, dus eigenlijk was het eerste IT en toen de muziek? Het was eigenlijk, ja, eigenlijk is het een beetje, ja, van jongs af aan een beetje zo ingeslopen. En toen had ik het helemaal door op een gegeven moment. Ja, je moet gewoon muziekproducent worden, dan ben je platenbaas en dan ben je er. Ja. En nu zit je bij KPN. Ja. Of tenminste, destijds begon je als een soort bijbaantje bij Telfort. Ja, klopt. Nou ja, ik was er dus niet helemaal als platenbaas. Want nou ja, op een gegeven moment dan breng je een single uit. En hij mocht dan optreden bij Veronica, bij Fox Kids. Met allemaal kinderen in je nek. Hartstikke leuk. Ja. Maar op een gegeven moment verdiende er geen geld meer mee, helaas. De muziekindustrie veranderde ook. Het werd steeds meer digitaal downloads. CD's die voor ons gedrukt waren, die werden niet meer verkocht. Dus ik dacht, ja, ik moet toch geld verdienen. Dus ik dacht, als ik nou part-time ga werken in de telecombusiness, want dat vond ik eigenlijk ook wel heel sexy, dat heeft wel iets. Ja. Dan kan ik aan de ene kant geld verdienen, aan de andere kant muziek blijven maken. Ja. En dat ben ik eigenlijk gaan doen bij Telfort. En toen kwam ik daar en het begon eigenlijk meteen al over outsourcing, want na 3 maanden werd ik overgeplaatst naar een soort van back-office. En toen zeiden ze, nou, wat zou je willen doen? Ik zei, nou, iets met stalking lijkt me leuk, weet je. Zo'n klantenservice wordt onwijs vaak lastiggevallen. Ja. En toen dacht ik, ja, weet je, en ook klanten werden gewoon lastiggevallen. Dus ja. Mensen die elkaar zeg maar, ja, gewoon opbellen 100.000 keer op een dag. Dat is gewoon heel vervelend. Ja. Dan dacht ik, ja, daar wil ik iets tegen doen. Dat voelt dus gewoon toen ontstond dat privacybewustzijn eigenlijk? Ja, een beetje nog hoor. Maar ja, het was heel spannend. Dus ik heb dat een beetje opgezet, zeg maar. Anti-stalk heette dat toen. Mm-hmm. Dat was ook tussen de operators onderling. En op een gegeven moment ben ik een beetje intern binnen Telfort ben ik doorgestroomd naar een afdeling. En die ging over aftappen. Oké. Justitieel aftappen, dus op last van justitie en politie en inlichtingendiensten moesten we tap zetten in het netwerk en informatieverzoeken opleveren. En hoe gaat dat in zijn werk? De politie belt dan, of de officier van justitie doet dat, geloof ik. Ja. En die zegt, ik heb een bevel en wij willen die en die mensen gaan afluisteren eigenlijk. Dus ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus? Nou, zo gaat het ongeveer. Dus het is overigens wel een heel zwaar middel, hè. Zeker als het gaat om afluisteren. Ze moeten wel een gevangenisstraf van 4 jaar of langer opstaan. Oké, mag niet zomaar. Nee. Tenminste, daar moet je in ieder geval van verdacht worden. En dan moet inderdaad een officier van justitie en een rechtercommissaris moet dat officieel betekenen.
En dan wordt er een eigen connectie opgezet, wordt er een kopie gemaakt in het netwerk van een bepaald gesprek en dat wordt dan doorgeleid naar een tapkamer van de politie. Toen kwam eigenlijk het idee van, ja, weet je, we willen meer met privacy gaan doen. Het was overigens niet zo dat we niks deden met privacy, maar KPN wilde zich meer gaan profileren op het onderwerp. Okay. En daar toch meer duidelijker en transparanter over gaan communiceren. Maar waarom wilde KPN zich meer profileren op privacy? Is het van de burger heeft er meer bewustzijn over? Of heb je gewoon met ontzettend veel regelgeving te maken? Of waar kwam die trigger vandaan om privacy meer hoger op de agenda te zetten? Nou, eigenlijk uit meerdere factoren. Inderdaad, wet en regelgeving is natuurlijk een hele sterke. Overigens is al een privacywet sinds 1996. 1995 zelf. Dus het ding is al 19 jaar oud. Dus dat is ook wel interessant. Ook voor de... Ver voor de tijd dat we al die fantastische smartphones hadden. Ja, dus aan de ene kant wet en regelgeving. Aan de andere kant ook zeg maar het steeds groeiende bewustzijn van de klanten bij KPN. Ja. Die toch zoiets hebben van, ja, goh, hoe gaat KPN nou met mijn privacy om? Kan het in die zin ook een selling point zijn? Dat je als provider onderscheidt van anderen van, hey, wij letten erop, anderen minder? Of? Ik ben ervan overtuigd dat zeker kan zijn. Ja. Ik denk dat privacy en zeker het borgen van privacy bijdraagt aan vertrouwen. Ja. En vertrouwen is denk ik de basis voor elke relatie. Ja. En dus ook die met je klant. Dan de regulering, want er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd op dat gebied. Ik zal geen poging wagen om het samen te vatten, maar in Nederland gebeurt veel, in Europa gebeurt heel veel. Jouw functie van privacy officer is eigenlijk een van de resultaten daarvan, toch? Ja, nou ja, het heeft meerdere namen. Privacy officer, data protection officer, privacy functionaris noemen ze het ook nog wel eens. Okay. Dat wordt straks verplicht voor elk bedrijf dat meer dan 5000 persoonsgegevens verwerkt. Oh, nou ja, dat dus dat, nou ja, dat zijn een heleboel bedrijven straks, denk ik. Overigens is het op dit moment nog niet verplicht. Dat is wel interessant. Oh, dat komt nog. Oké. Okay. Dus die verplichting die komt er nog aan. En die zal zitten in een Europese privacywetgeving. Die dan ook geldt zeg maar, voor alle lidstaten in Europa. Ja, die regulering, ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt, maar dat is al jaren geleden begonnen. Van, we hebben een nieuwe wetgeving nodig. De paar kernpunten zijn van het gaat om waar het individu zit en niet zozeer waar het bedrijf zit. Dat is dan nog wel helder, recht om vergeten te worden. Ja. Maar als je het een beetje van dichtbij gevoeld hebt, dat ding is helemaal kapot gelobbyd. Wat zijn nou nog concrete resultaten die we kunnen verwachten uit de regulering, waar een bedrijf als KPN straks mee te maken krijgt? Ja, er is natuurlijk inderdaad veel gelobbyd. En uiteindelijk zijn een aantal zaken zijn er nog zeker over. Dat is in ieder geval dat de boetebevoegdheid van de Data Protection Authority, okay, of het nou centraal of decentraal wordt. Dat is in Nederland het CBP? In Nederland is dat het CBP, maar die gaat gigantisch omhoog. Dat kan straks oplopen tot 5% van je wereldwijde omzet. Wow. Dus moet je voorstellen, dat, als een bedrijf 10 miljard... 10 miljoen is dat 10, voor 10, ja, 10 miljard. 2 miljard omzet heeft KPN, dus 5%, 10 miljoen. Nou, ja, dat voor een foutje. Ja. Dat is een duur foutje, ja. Nou ja, dat is denk ik wel even afhankelijk van het soort foutje dat je maakt, denk ik. Maar de boetebevoegdheid kan oplopen tot dat bedrag. Oké, dat is dus een van de concrete dingen die we kunnen verwachten. Ja. Nog meer dingen? Nou ja, de Data Protection Officer, zoals je het net al even noemde. En het feit dat gegevens inderdaad volgens een bepaalde doelbinding verwerkt moeten worden. Ja. Dat het ook gewoon overal in Europa op een bepaalde manier wordt geïmplementeerd. Ja. Dat is wel doelbinding betekent van je verzamelt gegevens over personen voor een bepaald doel. Hè? Ja. In dit geval, je verzorgt communicatie tussen mensen en dat je daar geen andere doel aan toevoegt, zoals marketing of... Ja, precies. Maar je zei net van die data protection officers, die kunnen boetes gaan uitdelen. In Nederland is het College Bescherming Persoonsgegevens. Die zijn hier gisteren op bezoek geweest, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Jullie hadden ook een kick-off hier natuurlijk. Ja. Je hebt geloof ik met Oenen gesproken, die is dan hoofd van de afdeling bedrijf. Toezicht privaat. Ja, toezicht privaat. Dus zeg maar de afdeling die toezicht houdt op bedrijven, dus in de private sector. Dat was hartstikke leuk en ook helemaal nieuw, omdat 2008 heeft het CBP een strategische keuze gemaakt om meer te gaan handhaven en geen advies meer te geven aan de bedrijven. Dus privacyadvies moet dan vaak vanuit de juridische afdeling of vanuit een privacy officer zelf komen. Maar even heel kort en bondig te zeggen, zoals het ook door het CBP wordt gezegd, ze hebben een beetje de luiken gesloten. Ja. En het laatste jaar, eigenlijk de laatste jaren... Zijn de luiken weer open gegaan. Een beetje de luiken een beetje open gezet. Dan komen ze hier. En ze kwamen onder andere hier langs. En dat vond ik toch wel heel bijzonder, dat de toezichthouder hier gewoon
zich toch nou ja, enigszins kwetsbaar opstelt, kwamen ook kritische vragen. Maar kon hij vertellen hoe KPN dat moet doen? Of zei hij ook van KPN doet het goed of niet goed? Nee. Ja, ik kwam eigenlijk niet zozeer over het presteren van KPN praten, maar meer even over wat het CBP doet, waar we rekening mee moeten houden. Een stukje over wet- en regelgeving. Ook een stuk over meldplicht datalekken, wat straks in de hele sector eigenlijk straks voor heel veel bedrijven gaat gelden. Ja, zo'n meldplicht datalekken, dat geldt over telecoms en dat gaat straks ook voor andere. Ja, klopt. Okay. En wat houdt dat in, meldplicht datalekken? Nou, dat betekent eigenlijk dat je op het moment dat je een datalek hebt, dus waar dus een soort inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens plaatsvindt en uiteindelijk ook de persoonlijke levenssfeer, ja, het klinkt allemaal juridisch, mm-hmm. Van de eindgebruiker geraakt wordt. Dat je daar een melding voor maakt. Ja. En die gaat twee kanten op. Dus die gaat enerzijds gaat die naar de supervisory authority, in dit mm-hmm. geval aan het CPP. In ons geval is dat ACM. Ja. Anderzijds naar de betrokken klant. Ja. Om uit te leggen van joh, er is data gelekt en u moet het volgende doen. Het heeft een dusdanige impact. En die verplichting die geldt eigenlijk al vanaf 2012 voor de telecomsector. En die zal straks dan breder. Oké, andere bedrijven. Ja. Ja. Dat is wel mooi inderdaad, dat in dit geval komen privacy en veiligheid dus bij elkaar. We begonnen dit gesprek met dat veiligheid en privacy zijn vaak op gespannen voet met elkaar. Veiligheid handelen, we moeten veel persoonsgegevens hebben, maar als we het over cybersecurity hebben, dan is privacy eigenlijk een onderdeel daarvan. Kan ik dat zo zeggen? Ja, het is maar net hoe je het benadert natuurlijk. Want het zit hier vooral voor cybersecurity. Ja. Hoe werk jij samen met de security gemeenschap van KPN, zou ik zeggen? Nou, ik ben natuurlijk een oud security man, dus ik voel me helemaal thuis als ik met de security experts mag praten, zeg maar. Ik ben niet super techie, zeg maar, zoals sommige hackers hier. Daar heb ik heel veel respect voor, uiteraard. Zeker als er sprake is van een datalek, dan werken we heel intensief samen om te kijken of we de juiste informatie naar boven kunnen krijgen. Hoe we gaan communiceren richting autoriteiten toe, richting toezichthouder, maar ook richting de klant. Wat gaan we uitleggen aan de klant en zorgen we wel voor dat de klant uiteindelijk begrijpt waar we het over hebben. Ja. Je kan natuurlijk het verhaal heel technisch vertellen, maar snapt de klant het dan nog? De klant moet dan eigenlijk heel, moet ik zeggen, Jip en Janneke, moet die gewoon weten wat hij uiteindelijk moet doen. Bijvoorbeeld zijn wachtwoord veranderen. Ja. En daar help jij hem bij? Daar de moeilijke technische dingen vertalen naar de klant. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik hier doe. Oké, nou, hartstikke mooi dat je erbij bent. Dames en heren, hartelijk applaus. Rens Doming. Ja, dank je.